166 cursisten mochten na afronding van de tweejarige voortgezette Algemene Ambtenarenopleiding II hun certificaat in ontvangst nemen. De afdeling Vorming en Opleiding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het vormen en opleiden van het overheidspersoneel. En Kavita Gangadin, hoofd Vorming en Opleiding, wees de geslaagden op het belang van hun maximale inzet voor de organisatie. Laat zien dat uw rugzak, uw bagage, met meer kennis en vaardigheden vergroot en verzwaard is geworden. Volgens Inder Baburam, Baburam, onderdirecteur personeelsbeleid, zorgen nationale en internationale ontwikkelingen voor veranderingen binnen de Surinaamse overheid. Deze veranderingen leiden tot hervorming binnen het ambtenarenapparaat, waardoor leren een noodzaak blijft. Het ministerie van Binnenlandse Zaken vervult daarbij een belangrijke rol. Studeren brengt u niet alleen hoger op de ambtenarenladder, maar zorgt ook voor een gezonde en rationele overheidsdienst met een hoge productiviteit enerzijds en goed gemotiveerde ambtenaren anderzijds, gaf Baburam aan. Ook de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noor Salim, onderstreept dat opleidingen voor de regering belangrijk zijn. Deze hebben een wettelijke grondslag en zijn niet licht op te vatten. Hij citeerde uit het ontwikkelingsplan 2017-2021 dat de uitvoeringscapaciteit van de overheid extreem laag is als gevolg van een tekort aan ervaren werkers, hogescholden en technische werkers. De bewinsman is voornemens dit probleem op te lossen door kader op te leiden en de komende jaren voornamelijk te richten op de kwaliteitsverbetering van het midden- en hoger kader van het overheidspersoneel. En wel door opleidingen aan te bieden die voldoen aan internationale en accreditatiestandaarden. Aldus meldt het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht.